We zijn enorm geschrokken. Dit is zo onverwacht. Zo niet. Het is zo on-Nederlands. Wat moet je daarvan zeggen? Het is verschrikkelijk. En onze eerste reactie is dat we echt hopen dat de artsen die nu voor zijn leven vechten, dat die ook in staat zijn om hem leven te houden, dat hij weer toch kan herstellen. Want dat is het allerbelangrijkste nu, wat telt, zijn gezondheid. Ik denk dat het nu heel gevaarlijk is en ook niet op zijn plaats om nu te gaan speculeren. Maar we kunnen denk ik wel zeggen, als het zaaksgerelateerd is, deze aanslag op Peter, dan is het ook een aanslag op de vrijheid van het woord, de vrijheid van journalistiek, naast natuurlijk de vrijheid van advocatuur. En dat zijn wel de pijlers in onze rechtsstaat. En dus als het uiteindelijk zaaksgerelateerd zou zijn, daar moeten we dus heel voorzichtig mee zijn, ja, dan is wederom toch een belangrijke pijler in onze rechtsstaat in gevaar gekomen. En ik hoop dat dat onderzoek snel duidelijkheid zal geven wie hier mogelijk voor verantwoordelijk is.